Smart City en Kortrijk, dat gaat over specifieke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden en die we op een innovatieve, out-of-the-box manier proberen vast te pakken. En die digitalisering dan van die Smart City toepassingen komt er altijd heel wat data bij te pas. En data nemen we ook meer en meer op in onze beleidsvoering. We proberen die data om te vormen op dashboards om dan ook te gaan aanbieden aan de beleidsmensen om de juiste keuzes en beslissingen te nemen. Tijdens corona zijn we geconfronteerd geweest met een aantal regelgevingen die ons opgelegd werden. Dat in bepaalde zones dat er een beperking was van een aantal mensen per vierkante meter. Bepaalde mensen willen ook met Proximus beginnen praten. En zijn we ertoe gekomen om een testopstelling te gaan doen, om te gaan tellen, om te zien hoeveel mensen zijn er nu aanwezig in een bepaalde zone. In Kortrijk hebben we verschillende technologieën getest om passanten te tellen. We hebben verschillende sensoren gebruikt en op die manier konden we vergelijken welke sensoren de accuraatste waren om tellingen te doen. Het tellen van passanten is interessant voor steden, maar het kan ook interessant zijn voor andere klanten, zoals luchthavens of shoppingcentra, ook om te bepalen wat de bezettingsgraad is, maar ook het gedrag van passanten te bepalen of bezoekers om te weten wat het traject is dat ze afleggen in een bepaalde faciliteit. Bij onze proef hebben we heel dankbaar kunnen gebruikmaken van de 5G-technologie om alle data te kunnen doorsturen op een performante manier naar de centrale zuivers. 5G biedt heel wat mogelijkheden. Op vandaag zitten wij heel vaak geblokkeerd op connectiviteit. Zeker als we dingen willen doen die buiten onze eigen connectiviteit, glasvezelringen vallen. Ik denk daarbij aan camera's die buiten onze bewoonde zone staan, ANPR-camera's om maar eentje te noemen. Waar we nu altijd met connectiviteitsproblemen zitten, waar dan we niet continu kunnen gaan streamen. 5G gaat dat oplossen. Proximus. Think possible.